Yo gasten, de FIFA-boos hier. Welkom bij een hele speciale video. Want ik heb de afgelopen paar maanden, denk ik, aan het eind van elke maand de top 10 packs van die maand. Nou heb ik afgelopen maand best wel wat goede spelers gepakt, maar ik vond niet, zeg maar, goed genoeg om daar een speciale top 10 video over te maken. Maar ik heb iets veel nicers gedaan, want ik heb namelijk al 4 jaar lang video's geüpload op dit kanaal FIFA Bouws. Nog meer dan 4 jaar lang zelfs. En in die 4 jaar lang heb ik mega veel pack openingen gedaan. En ik heb vandaag een top 20 gemaakt van alle packs die ik ooit heb gekregen, zeg maar, in FIFA. En dit zijn zulke bizarre goede packs, dat is echt niet normaal. Dit is volgens mij van FIFA 15 of FIFA 14 zelfs, tot en met FIFA 19. Echt, dus je hebt 5 FIFA's ongeveer en dan krijg je alle goede packs eruit te zien. Dit zijn alleen maar Team of the Seasons, Icons, allemaal andere zieke spelers en jullie krijgen ze allemaal te zien. En als jullie er zin in hebben, smash allemaal een duimpje omhoog. 2000 likes, ik weet niet of het zou lukken, het zou heel nice zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dit is een video die ik maar één keer kan doen, want daarna is het al niet meer speciaal. Maar ik weet ook zeker dat er een aantal spelers tussen zitten die jullie nog niet hebben gezien, dus dat wordt sowieso nice. Maar laten we maar beginnen, veel kijkplezier. Maar we gaan hem in ieder geval openen en dan hoop ik dat we op dag 1 iets goeds krijgen. En we krijgen meteen de walkout. Oké, dat is ziek nice. Let's go. Gewoon Gareth Bale. Nee, dit is wel echt heel lijp. Dit is echt heel lijp. Dit is zo ziek. Ik doe gewoon één pack, één pakketje. Deze pack heb ik gekregen voor ongeveer 5.000-6.000 coins. En ik pack gewoon fucking Bale. No, oh, oh, legit Neymar. Ik wou zo graag een 90 rated plus speler. En nu heb ik hem eindelijk. Neymar, 95 snelheid. 97 dribbelen. 93 schieten. 86 pasen. Holy shit, wat een beest. Dit is echt niet normaal, deze pack opening. Neem maar, kom erbij, jongen. Weer een zeldzame nice zijkant. Ik ondertussen nam ik een slokje water. Maakt niet uit wie is het. Dit is Rakitic, denk ik. Of nee, nee, dit is niet Rakitic. Oh, oh, holy. Dit is mijn beste speler tot nu toe. Ik heb gepakt. Oh, what the fuck. Ik zat gewoon rustig in. Ik dacht, nou, dit wordt toch niks. Maar ik pack gewoon Modric. What the fuck. Dit had ik echt niet zien aankomen. Hij moet wel ziekelijk veel waard zijn. What the fuck. We krijgen 2 keer achter elkaar op Team of the Season. En het is helemaal een kaartpakketje. Wie is dit? Paris Saint-Germain? Holy shit. Kimbappé of hoe heet hij precies? Ik weet niet precies. Ik spreek zijn naam waarschijnlijk verkeerd uit. Maar hij is ziekelijk groot. What the fuck. 2 Team of the Season achter elkaar en het is helemaal een kaartpakketje. Nee. Dit is echt niet normaal. Zoveel mazzel heb ik nog nooit gehad in FIFA. Maar laten we doorgaan met de packs openen. Want we hebben nog 5 van deze packs gehad. Dus het kan alleen nog maar beter worden. Misschien, ja, ik hoop dat we nog 1 Team of the Season krijgen. Holy shit. Derde Team of the Season van deze video. En wie is dit? Dit is een Duitse spits. Ik weet het eigenlijk niet. Oeps. Oei, joh. 93 rated. En hij is ziek qua statistieken. Dit is mijn beste Team of the Season pack opening ooit gewoon. Oké, come on, we krijgen... Ja, ja, ja! Ja, ja! Al de wereld! Nice! Oh, ik heb hier zo lang op moeten wachten. Ik heb zoveel packs gehoord. En nu heb ik het even. Al de wereld! 88 rated. Mijn eerste Team of the Season van het jaar. Sick! Aan 400k! Holy shit! Yes, Team of the Season! Ja, 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 weer eentje, what the fuck. Brazilië, centraal verdediger, de middenvelder, wie is dit? Oh, dit is Luis Gustavo, dat is echt een zieke speler. W93 rated, hij is echt overal goed in gewoon. Ja, even met mijn neus omhoog en kom op. Open up, ja, dit was een neuspack. Als ik nu een team op de season krijg, krijg ik alleen maar neuspack. Doe dit, dit is een team op de season, eindelijk. Yes, dus kom op. Wie is het? Spanje. Het kan nog zoveel kanten op met Spanje rechtsachter. Oh, nice. Carvajal. Holy shit. Hoeveel reed het? 90 reed het, Carvajal. Niet normaal. Oké, nice. Eerste team op de season van de La Liga. Is een feit. Yes. 90 reed het, Carvajal. Ik heb dus al 3 walkouts en daarvan 1 team op de season. Oké, kom op. Wie is dit? Wie is dit? Dit is Son. Oké, dit is sowieso Son. Dat is best wel een goeie. 92 reed het, Son. Kijk, dit soort spelers heb ik nodig. What the fuck? Holy shit. Wat ziet hij er ziek baas uit. 95 snelheid, 95 dribbelen, 94 schieten, 87 pasen, 85 fysiek. What the fuck? Dit soort spelers heb ik nodig voor in mijn team. Alsjeblieft, kom op. Laat het een walkout zijn. Op het einde, het is een walkout. Volgens mij is het een walkout, want hij bleef op zwart. Volgens mij is dit nu een walkout. Ik weet het niet helemaal zeker.
Maar ik denk het wel. Dit is... Nee, dat lijkt het is een Bessie. Wat de... Nee. Ik heb 150.000 coins geïnvesteerd. Ik had het al terugverdiend. Ik had al winst. En ik krijg fucking Messi. Nee. Volgens mij is Messi samen met Ronaldo gewoon de beste speler. Want ik pik de beste speler in FIFA. Gewoon in mijn tweede pack opening. Of derde pack opening. Ik weet het niet precies, maar wat de fuck is dit? Holy shit. Ik kan het gewoon niet geloven. Hij is gewoon een miljoen coins bij de baan. Hopelijk krijg ik hier wel iets uit. En ik krijg... Dit is echt mijn allerbeste pack ooit. Oh, kijk die spits ook. 89 P, 87 dribbelen, 81 schiet, 80 passen, 80 fysiek. En dan ook nog Chiellini, 90 rated. Hoeveel zou die waard zijn? 200 tot 500k. Hij verkoopt wel gewoon, dus dat is in ieder geval super nice. Wat is dit, jongen? Holy shit. Maar, oh, what the fuck, we krijgen hier gewoon een weerspits. We krijgen een team of the season. Oké, nice, het kan toch nog goed komen. Spits, Brazilië, Liverpool, what the fuck? Firmino, deze is tradable. Deze is tradable, dat kan haast niet anders. What the fuck, die moet sowieso ziekelijk veel waard zijn. Dit is echt ziekelijk. Holy shit, hij is tradable, hoeveel is die waard? Hij is 200.000 coins waard. Nou, iets minder. Maar dit is echt niet normaal voor mazzel. Maar nu krijgen we een inform. Wie is dit? Dit is niet een hele goede inform, denk ik. Oeh, 86 eten. Het is alleen een beetje jammer dat hij niet heel snel is. Als hij snel was geweest, was hij echt een gigantisch dure speler geweest. Ik denk dat hij nu nog wel meevalt. Maar ik denk dat hij nog steeds wel rond de... Ik gok 50... Holy shit, dit kan niet echt zijn. Dit is niet normaal. Ik heb zo ziekelijk veel pack-openingen gedaan. Ik heb in mijn leven nog nooit Ronaldo of Messi gepackt. Dat zijn toch wel de beste spelers die je wil packen. Ik wou een icon, maar Messi ben ik ook helemaal blij mee. Holy shit, ik trail gewoon helemaal. What the fuck? Oh, ik hoop trouwens echt op de bruin of zo. Dat zou echt heel chill zijn. Maar ik doe mijn ogen open in 3 seconden. 3, 2, 1 en... Oh, dit is Lukaku! Shit, oh, dit is zo ziekelijk awesome. What the fuck, we krijgen echt zieke team op de season van de Premier League. Lukaku en Son, dat zijn twee zulke goede spelers. Vooral Lukaku, die komt heel goed van pas. Want ik ben net een nieuwe serie begonnen, Oranje Duivels. En Lukaku is natuurlijk ongeveer de beste spits die je kan hebben uit België. Ja, weer een team op de season. We pakken gewoon 3 team op de season. Holy shit, wie is dit? Dit is deze kerel, Bailey. Yo, zijn statistieken. 99 pace, 96 dribbelen, 93 schieten, 92 passen. Oh, ik denk dat hij wel ongeveer 100.000 coins waard is. Dan ben ik blij dat ik even door ben gegaan. Ik geloof het niet meer. Dit is niet normaal. Dus laten we het maar meteen doen. Oké, ik doe het met mijn neus en vervolgens ga ik niet kijken. Kom op. Hij gaat wel open. Oké, ik ga niet kijken. Kom op. Ik durf gewoon niet te kijken. Oké, ik doe mijn ogen open in 3 seconden. 3, 2, 1. Ja, het is een blauwe. Het is een Falcao blauwe. Wie is het? Holy shit. Het is Tielemans. Dat is een zieke. Oh, die is nog super jong. Dat is echt zo'n mega talent. Holy shit. Oké, dit had ik echt niet verwacht. Ik heb dus een walkout team op de season. Plus 1 voor mijn Naldo. Oh, dit is echt een zieke video. En ook allemaal voetbal challenges. Maar hebben we nog meer goede kaarten? Hebben we misschien nog 2 in 1 pack? Nee. Dit is... Oh, dit is zo. Dit is niet de bal. Hoeveel is die bij? Oh, 300k, 90 rated zot, met 2 team op de season. Dit is de allerbeste pack ooit. Holy shit, dit geloof ik toch niet. Dit is echt niet normaal. Alsjeblieft.
Er moet toch minimaal een barcode in zitten? Ja, het is een barcode. Oké, dat is mooi. Het is mooi. Het is mooi. Het is... Is dit een icon? Het is een icon! Ik ben mijn eerste icon! Ik zei het nog, of het iemand hier of een icon. We pre-packen 91. Boom! Ik zag die witte streep, ik dacht... Ik heb nog nooit een icon gepackt, dus ik wist niet helemaal hoe dat eruit zag. Maar ik weet het nu wel, what the fuck? Nice! Holy shit, holy shit, holy shit. Oké, okay, deze pack opening is geslaagd. Twee zieke informs. Plus nog Icon Netpad. Holy shit, holy shit, holy shit. Oké, okay. Ik ben blij dat ik zoveel packs heb geopend. We hebben geen Team of the Year, maar Netpad moet wel heel veel waard zijn. En verder valt het wel mee. We krijgen nog wel 285 rated spelers, dus dat is wel ziek. Maar Netpad... Oké, okay, ik zie hier net iets onder de 1 miljoen. Ik denk dat die 1 miljoen coins waard is. Misschien wel in dit pakketje, dat zou wat zijn. Ja. Oh. Yeah. Holy shit, dit ben ik weer het en bij de andere. Dit is mijn allerbeste pack opening ooit. Nee, Davis, dit is misschien de beste team of the season op dit moment. 1,8 miljoen coins. Hij verkoopt ook nog voor 800k. Davis Wijnaldum in 1 pack. Ik heb net ook 2 Team of the Season in 1 pack. In en in Newport. Dit is echt om te huilen gewoon. Hoeveel is Wijnaldum? Die is ook nog redelijk wat waard. Dit is... Ik kan dit gewoon niet geloven. Come on. Wie gaat het zijn? Het is Argentinië. Is het Maradona? Is het Maradona? Het is Maradona! Ja! Holy shit. Dit is wel heel nice. Volgens mij is hij ongeveer de beste speler in de World Cup editie. Ik wil het wel even checken voor de zekerheid, voordat ik domme dingen zeg. Oh nee, hij is de ena beste speler. Pelé, die is nog beter. Ja, die zou nog chiller zijn geweest. Maar Maradona is wel heel chill, hoor. Dit is de ena beste speler in de World Cup editie. Alleen Pelé is nog beter, dus. Holy shit, nu al 3 team op de season. En het kan er nog eentje worden, want we mogen nog zo wat packs openen. Maar hopelijk is het een Nederlander of Belg. Het is een Argentijn. Wie is het dan? Juventus? Holy shit. Balen. Nee, dat is volgens mij de beste die je kan krijgen zowat. Oh, holy shit. Oké, ik kan hem niet verkopen. Maar hier ben ik wel ziek blij mee. Aan de andere kant, als ik hem zo moet discarden, dan word ik echt helemaal gek. Holy shit, wat is dit beest. Nou, dit waren dus mijn beste packs die ik ooit heb gekregen. Er zijn nog veel en veel meer goede packs. Maar ja, daar anders wordt dit een video van een uur lang. En dat is natuurlijk ook niet leuk. Maar ik denk dat ik gewoon echt 2 uur lang aan packs kan achter elkaar laten zien als ik wil. Met alleen maar special cards, walkouts en dat soort dingen. Ik heb zoveel goede spelers gepackt. Dat is echt niet normaal. Maar ik wil jullie in ieder geval wel bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. Dan heb ik tot slot nog maar 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!